Ruben de V is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs voor poging tot moord en brandstichting. De 32-jarige man uit Eindhoven stichtte brand in zijn eigen woning en probeerde daarmee zichzelf en zijn drie zoontjes om het leven te brengen. Volgens de rechtbank bracht hij daarmee de omwonenden ook in gevaar. Op de ochtend van 28 november 2018 belde de verdachte 112 met de mededeling dat er brand was in zijn woning in Eindhoven. Op dat moment zat hij met zijn kinderen van 3, 4 en 9 jaar op zolder. De rechtbank concludeerde dat de brand opzettelijk is gesticht. De vader heeft dat gedaan door op verschillende plekken in de woonkamer stapels papier in brand te zetten. Ruben de V deed volgens de rechtbank dan ook niets om de kinderen in veiligheid te brengen. Pas na aandringen van het oudste kind belde de verdachte het noodnummer. Het OM eiste eerder al acht jaar cel en TBS met dwangverpleging. Die eis is nu ingewilligd. Ook moet de vader een schadevergoeding aan zijn kinderen betalen.